Zwemmen er in de toekomst reuzenkwallen, bultruggen en stekelroggen in onze Noordzee? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, laten we maar eens beginnen met die bultruggen. Want vorige week was er weer een. Er was zelfs de Oosterschelde ingezwommen. Die bultruggen, beroemd en berucht. Dit is een bultrug die gestrand was bij Tessel. Ik had ochtends een vergadering. In ons gebouw werden we gebeld. Er ligt een levende bultrug op de razende bol. Nou, je werkt bij een marine instituut. We hebben boten, dus wij zijn daar meteen heen gegaan. Die bultrug had op dat moment geen naam, hoor. Die lag daar, die was daar met, uh, met hoogwater terechtgekomen. Maar we konden heel duidelijk zien, hij lag diep genoeg toen wij hier waren. Deze foto heb ik zelf genomen. Uh, ...ja, het moest nog hoog water worden, deze bultrug komt zometeen vrij. Nou, we zijn er met een bootje op enige afstand bij gaan liggen... ...en ja, op een bepaald moment kwam die bultrug, die kwam vrij. Die ging zwemmen, en we zagen hem gaan, we bleven op afstand. Maar die lag aan de binnenkant van de razende bol, aan de Tesselse kant... ...en die moest om de weg te komen, moest eerst richting het land zwemmen... ...dan een flinke bocht maken, en dan door het maasdiep naar de zee. Dat was probleem één, want wist die bultrug dat wel... En het probleem 2 was, het was toch wat onrustig. Op een gegeven moment uh, zagen we die bultrug zwemmen. Er kwam een helikopter over. Die bultrug die ging steeds harder zwemmen. En ineens zwom die richting de razende bol. En bij volledig hoog water zag ik ineens die bultrug zo boven water komen. Ik had de stranding van Johanna meegemaakt. Toen ik dat zag gebeuren, wist ik meteen: Dit is niet goed. Dit gaat nooit meer goed komen. Ik ben s'avonds nog op de radio geweest. Ze vroegen: Wat moeten we doen? Ik zei: Ja, er moet een granaat in. Die gaat dat niet overleven. Die krijgen we daar nooit meer weg. Die ligt echt bij hoogwater helemaal bovenop die plaat. Dat gaat niet lukken. Nou ja, drie dagen lang, hoop gedoe. En uiteindelijk is die walvis dus dood gegaan. We hebben daarvan geleerd. Zullen er in de toekomst meer bultruggen hier komen? Die kans is heel groot. Tien jaar geleden kwamen hier geen bultruggen. Die hadden we helemaal niet. Die zagen we helemaal niet. En nu komt er elk jaar, en soms al wel een paar per jaar. Hoe komt dat? In de oceaan neemt het aantal bultruggen toe. We hebben de walvisjacht gestopt. Die beesten zijn in principe beschermd en uh, ja, het gaat veel beter met die bultruggen. En dat er dan eens één een verdwaalt, ja, die kans wordt natuurlijk ook steeds groter. Dus ja, in de toekomst zullen we waarschijnlijk meer bultruggen bij ons voor de kust zien. Kwallen. Ja, die waren recent ook in het nieuws. kwallen. We hadden ineens kwallen, normale kwallen, u kent ze wel, deze grote. Er werden ineens kwallen van 70 centimeter voor de Nederlandse kust waargenomen. Dit is nou een voorbeeld van effecten van klimaatverandering. Want wat gebeurt er? Een kwal die groeit normaal uit een poliepje. Dat zit dan op die stenen daar ergens onder in die Noordzee, bijvoorbeeld de Klaverbank, dat soort gebieden. Daar komen in de voorjaar komen daar kwalletjes uit, die groeien heel snel en die groeien binnen een jaar uit tot die grootte. Daarna, wordt het, daarna planten ze zich voort, zullen voor nieuwe poliepen zorgen. En dan komt er een koude winter en dan gaan ze dood. Nou, die winter van uh, 2013, 2014 was uh, helemaal geen koude winter. En een flink aantal van die kwallen heeft dat gewoon overleefd. En kwallen kunnen gewoon doorgroeien. Dus ze zijn precies dezelfde kwallen als het jaar ervoor, alleen nu zijn ze gewoon een keer zo groot. Ik ben heel benieuwd wat deze winter doet. Dat weten we natuurlijk nog niet. Maar ik zou zeggen: hou het in het nieuws in de gaten. En als u hoort dat er echt reuze, reuze kwallen zijn gevonden, nou, dan was dit voor de kwallen ook weer een zachte winter. Wat moeten we nou doen als we de biodiversiteit in de Noordzee weer omhoog willen brengen? Dan zouden we toch wel beschermde gebieden moeten instellen. Dan zullen we ze hier en daar gebieden met rust moeten laten. Ik heb zelf in 1990 al voorgesteld om 25% van de Noordzee voor de visserij te sluiten. Dan kan het systeem zich daar herstellen, Dan kunnen die roggen terugkomen. En uh, ja, dan op die manier krijgen we misschien iets van die oude Noordzee terug. We hebben niet veel gedaan. We hebben allemaal kaarten getekend. We hebben heel veel uh, nagedacht. En uh, in het volgende plaatje zien we dit uh, plaatje weer. Uh, te beschermen gebieden. We hebben gezegd, ja oké, okay, die bijzondere gebieden. De Doggersbank, de Klaverbank, Friese Front. Maar ja, echte bescherming. Ja, ze staan op de kaart. Maar doen we nou ook werkelijk iets? Ik wil, wil u het voorbeeld van de Klaverbank geven. Dat ziet u in het volgende plaatje. De Klaverbank is dus die Grindbank daar tegen de Engelse kant aan. Het gele gebied wat u op dit plaatje ziet, dat is ons oorspronkelijke voorstel. We weten dat er stenen liggen, niet overal, maar we hebben daar een lijn omheen getekend en we hebben gezegd van bescherm nou dit hele gebied. Dat staat ook op de kaart. Dat hebben we ook bij de EU aangemeld. Dat is het gebied wat we moeten gaan beschermen. Vervolgens heeft de overheid besloten om te gaan onderhandelen hierover. Die hebben de vissers en de NGO's rond de tafel gebracht en die zijn gaan praten. De vissers wilden eigenlijk niks sluiten en de NGO's wilden het hele gebied sluiten. Toen kwamen de vissers met deze kaart met die rode gebiedjes erin, dat zijn de steengebieden. De vissers houden zelf bij waar ze stenen vangen, want dan willen ze liever niet vissen natuurlijk, want je net gaat toch wel kapot. Dus die rode gebieden. Dus de vissers zeiden op een gegeven moment: Nou, die mag je van ons wel sluiten. Nou, in het volgende plaatje zien we dan uiteindelijk wat eruit is gekomen. Dit is nou het gebied wat men gaat sluiten, dat is dat groene gebied. Het zijn relatief kleine gebieden en uh, daar lopen dus weer allerlei vispaden en raar gevormde uh, uh, constructies, grenzen omheen. Ja, hoe je dit gaat controleren, absoluut onduidelijk. En wat we gaan doen is we gaan een aantal gebieden sluiten waarvan de vissers al zeggen dat ze er eigenlijk toch niet komen. Ja, dat gaat dus niet helpen. Wat we hiermee krijgen is dat we een aantal stenen overhouden met anemonen erop. Maar roggen hier terug en alles wat erbij hoort, de krabben en de kreeften, ja, die komen heus niet terug. Want die blijven gewoon in die open gebieden bevist worden. Dit is geen goede oplossing. Gewoon te weinig, te laat. Ik ben de afgelopen twee jaar ben ik op sabbatical naar Australië geweest, naar het Great Barrier Reef. En daar heb ik geleerd. Hier zien we dat op dit kaartje, dat zwarte cirkeltje. Daar was ik met mijn zoon en mijn dochter. Daar bij Rockhampton, bij de Keppel Islands. En daar hebben wij gedoken met z'n drieën. We waren eerst bij Keppel Island. We gingen daarna beneden. En uh, daar zagen wij gewoon een prachtig koraal met heel veel kleine vissen. We zagen een zeeschilpad. We zagen zeeslangen. Het was. Vreselijk mooi. Geweldig. Toen kwamen we weer terug bij Keppel en uh, bij degene die ons de flessen had verhuurd. En uh, die, uh, we waren daar heel enthousiast. En die zei toen tegen ons: Ja, je bent nou hier, maar als je nou naar het andere eilandje gaat, vijf kilometer verder, daar is het eigenlijk nog veel mooier. Daar mag ik niet heen. Ik heb daar geen vergunning voor, maar mijn collega kan jullie wel meenemen. Lijkt dat wat? Ja, dat leek ons wel wat. Wij gingen daarna beneden. En van het moment dat ik onder water was, wist ik niet wat ik zag. Ik was in een totaal andere wereld. Prachtig koraal. Veel vissen. Maar zulke vissen. Geweldig gewoon. Grote vissen. We zagen daar de koraalforel. We zagen daar. Uh, Murenus. We zagen daar andere grote vissen en we zagen daar met name... We hebben een haai gezien, maar niet zoveel. Maar we zagen daar roggen. Elke tien vierkante meter lag wel een rog. Later heb ik een wetenschappelijk artikel gevonden waaruit bleek... Dat de gemiddelde lengte, men had toevallig precies op die plekken gemeten waar wij gedoken hadden. De gemiddelde lengte bij dat kleine eilandje, bij die tweede plek van de vissen, is twee keer zo groot dan op die andere plek. Gemiddelde, er zitten ook kleintjes bij. Ongelooflijk. En het enigste verschil, dat is dus vijf kilometer uit elkaar, het enigste verschil, op die ene plek wordt gehengeld, en op die andere plek mag je helemaal niet komen, dat is een no-take zo. Een beetje hengelen heeft een ongelooflijke in, uh, invloed op koraalsystemen. Dat zal bij ons heus niet zoveel anders zijn. Ook de Crateberry Reef mensen hebben moeten leren van bescherming. Het, het, het Crateberry Reef is al sinds 1975 een natuurreservaat, maar toen hebben ze alleen maar de koralen beschermd. 6% van het gebied was beschermd gebied, maar er waren alleen de koralen. Ze ontdekten dat dat niet werkte, dat hield niet. Zijn ze gaan nadenken? Hebben ze gezegd, nee, we gaan het veel beter doen. Ze hebben het hele gebied in kaart gebracht. Ze hebben gezegd, oké, okay, hier zitten koralen, hier is zand, hier zit zeegras, hier ligt modder. En dat hebben ze allemaal. Uh, 70 verschillende types hadden ze. Toen hebben ze gezegd, weet je wat we gaan doen? We gaan 33% van het hele gebied sluiten. En 20% van al die types die we daar hebben. Daar maken we grote vierkante blokken van. En op die manier gaan we het beschermen. Grote eenheden. 2004 hebben ze het ingesteld en het werkt. Wat ze nu zien is, ja inderdaad, het systeem is zich aan het herstellen. Ze zien meer grote vissen, ze zien meer een natuurlijk systeem daar. En wat je daarvan dus kunt leren, is dat een klein beetje vissen al een geweldige impact heeft. En dat het dus veel beter is om er voor de visserij verboden gebied te creëren. Daaromheen kun je rustig vissen. Als ik zeg 25% sluiten voor de Noordzee, zeg ik tegelijkertijd 75% houden we open voor de visserij. Maar we leren dus uit Australië want dat dat een manier is om het te doen. Een duidelijke sonering. En ook no-take. Gewoon niet doen. Een ander punt wat we kunnen uh, bekijken in de Noordzee is van uh, scheepsrakken. Scheepsrakken zijn relatief onbeviste stukjes in de Noordzee. En hier zien we weer een fantastisch stukje film van, uh, van Claudie uh, Bartling. Die daar laat zien wat een geweldige begroeiing we op die scheepsrakken hebben. Daar zien we ook die kabeljauwen in dit geval. We zien dat Dodemansduim. duim. Dus dat is mooi. Kunnen we dat nou niet gaan gebruiken voor, uh, voor de toekomst? Kunnen we die, die, die scheefzakken, die harde substraten niet gebruiken om die oester terug te krijgen? We gaan al windmolens bouwen. Dat is één methode om het te doen. En als we dat goed doen, dan kunnen we daar misschien ook die oester weer terugkrijgen. En dan hebben we daar die harde ondergrond. En dan krijgen we op die manier uh, een heel klein stukje van die 20.000 vierkante kilometer oesters terug die we daar in het grijze verleden hadden. Maar misschien is er ook wel een rol voor mijnbouwplatforms. Er staan uh, op het Nederlandse deel van de Noordzee zo'n 120 uh, gas- en olieplatforms. En het gas raakt op. Die platforms moeten weg. En ja, dus men is verplicht om dat helemaal op te ruimen. Dat lijkt een goed idee, maar kost ontzettend veel geld. Nou, dat je die bovenkanten eraf haalt, kun je je nog voorstellen. Maar zou je niet die onderkanten kunnen laten liggen? Of daar neerzetten? Of daar een rif van bouwen? Je kunt zeggen, is dat nou natuurlijk? Ja, dat niet. Maar ja, die natuur hebben we al weggehaald. Dus op de een of andere manier zou je op die manier de zaak kunnen herstellen. En hoe ziet dat toekomstbeeld er dan uit? Wat is dan onze visie daarop? Waar kunnen we heen? Die roggen. Vroeger, de helft van de vissen was roggen. Willen we dat terug? Ja, dan zullen we wat moeten doen. Dan zouden we toch voor de Nederlandse kust een flink reservaat moeten maken. En dan is de kans dat de roggen terugkomen is groot genoeg. Die roggen zwemmen niet zo ver. Die tongen en schollen zwemmen veel verder. Dus dat is één manier. Hoe werkt die Noordzee daarbij dat als wij gewoon zorgen dat we hier en daar gebieden hebben waar de mens niet zo geweldige invloed heeft, waar de natuur gewoon zijn gang kan gaan, dan is dat de manier om vooruit te komen. Ik kan dan niet voorspellen wat daar precies zal terugkomen, want die Noordzee is enorm veranderlijk. We hebben de natuurlijke variatie veroorzaakt door de zon en de maan en we hebben die mens daarin. En hoe het systeem reageert, dat hangt weer van de eigenschappen van het systeem af. En we hebben klimaatverandering. Het wordt echt warmer. En ja, dat zal invloed hebben. Dus is het al te warm om die roggen terug te krijgen? Dat weten we niet. Maar als we ze sowieso de kans niet geven, ja, dan zullen ze zeker niet terugkomen. Dus wat wij moeten doen op een of andere manier, die zee zo inrichten dat wij daar uh, iets, mee, uh, iets mee kunnen en dat we daar iets creëren. De Big Five. De NGO's hebben op een gegeven moment gezegd, van nou, uh, we hebben een aantal uh, soorten, laten we zorgen dat het daar nou goed mee gaat. Linksboven zien we de bruinvis, de kabeljauw, de dodemalsduim, de Jan van Gent en de Stekelrog. Laten we zorgen dat we die gaan beschermen. En als we dat doen, dan zullen ook de andere beesten die ook in gevaar zijn geweest, zullen we ook bescherming bieden. Laten we met elkaar goed gaan afspreken wat we doen. 25% beschermen, 75% bevissen. Van die 25% kunnen we ook nog wat windmolenparken maken. Dus op die manier kunnen we met elkaar naar een duurzame Noordzee. Waarbij inderdaad er een evenwicht is tussen een stuk natuurbescherming en tussen gebruik van die zee. En zouden we dan in de toekomst ook deze terug kunnen krijgen? Ik was in Alaska een aantal jaren geleden. En daar hing deze. Een van die hele grote helbotten die daar nog zit. Deze hadden wij hier dus ook. Om die terug te krijgen zouden we misschien wel de hele visserij moeten stoppen. En ik denk dat dat toch te veel gevraagd is, want we eten allemaal graag ook een visje. Laten we daar maar voor zorgen dat deze dingen in Alaska en in Noorwegen goed beschermd zijn. Maar laten wij zorgen dat wij hier de lokale uh, populaties die hier kunnen zitten, dat we die beschermen. Daarvoor moeten we met elkaar een heldere visie op de toekomst hebben. Wat willen, we, wat willen we terug? Terug naar het verleden? Dat kan niet. We kunnen wel kijken of we bepaalde soorten hier weer kunnen krijgen. Maar we kunnen niet terug naar het verleden, we kunnen alleen maar vooruit naar de toekomst. En daarvoor moeten we gewoon de randvoorwaarden creëren dat die zee zich zo optimaal mogelijk kan beschermen. Mijn ideale Noordzee is een zee waar de natuur beschermd is. Waar we een grote duurzame visopbrengst hebben. Een duidelijke gebiedsindeling. Niet alles op dezelfde plek, niet alles overal willen. Natuur, duurzame visvangst, energiewinning en misschien ook wel zeeboerderijen. Ik denk dat dat een prachtige toekomst voor de Noordzee is. Zodat ook mijn kindkinderen kunnen genieten van wat ik hier vanavond heb mogen laten zien.